We gaan een mooie coulis van aardbeien maken. We hebben een lasagne van aardbeien. Mooie verse stukjes aardbeien. Kleine takjes van basilicum. En we gaan beginnen met een mousse van aardbeien. We hebben nodig voor onze aardbeienmoes 280 gram aardbeien. We gaan de aardbeidjes snijden om in onze blender zo meteen te doen. Dus we hoeven ze niet helemaal fijn te snijden. We gaan eigenlijk een mooie puree ervan maken. En van die puree gaan we onze lekkere aardbeienmoes maken. Onze aardbeien gaan in de blender. Je ziet die mooie kleur van die aardbeien. Het aroma, super hoor. Van deze puree gaan we nu onze aardbeienmoes verder maken. Wat hebben we nodig? 150 gram mascarpone. In patisserie weten we ondertussen dat we er altijd moeten voor zorgen dat we de perfecte gewichten aanhouden. We gaan die er ook gelijk bij doen. Nou, het mooie van dit recept is, het kan eigenlijk nooit mislukken. Dan gaan we nu 60 gram bloemsuiker toevoegen. Nou, en ook dit gedeelte kunnen we al eventjes draaien. Nou, je ziet, het is al mooi roze aan het worden. En dan gaan we nu 150 gram yoghurt toevoegen. Daar is nu nog onze twee blaadjes gelatine. Die hebben we al in de koelkast geplaatst. We hebben die 24 uur laten weken. Het beste is om in de koelkast te bewaren. Dan blijft de gelatine ook mooi zijn vorm houden. Het is nu belangrijk dat we ze goed uitknijpen. En dan gaan we ze even op een handdoek droog maken. Kijk, patisserie moet je ook voor zorgen dat je altijd de goede gewichten gebruikt. Op het moment dat we hier niet de gelatine uitknijpen, hebben we te veel water in ons gerecht. Nou, onze gelatine is droog en die gaan we nu eventjes in de magnetron smelten. Onze gelatine is gesmolten. De massa kunnen we in een kom doen. Dit omdat we zo meteen gaan mengen. We gaan onze gelatine een klein beetje mengen met onze basis. Omdat als we de gelatine in één keer bij een koude massa doen, de gelatine gaat blokkeren. En dit gedeelte gaan we dan bij onze basismoes vermengen. Het laatste wat ons nu nog rest te doen is 150 gram licht opgeklopte slagroom hier aan toevoegen. Onze slagroom heeft nu die mooie mayonaisedikte. En nu zie je ondertussen hier dat we al een kleine binding aan het krijgen zijn. En we gaan die mousse nog luchtiger maken. We gaan die luchtiger maken door onze slagroom hier aan toe te voegen. En we gaan dit langzaam mengen. Nou, de aroma komt hier nu lekker uit. Wij gaan hem nu in een plastic spuitzakje doen. Onze aardbeienmoes gaat in de koelkast. We laten die mooi opstijven. En dan gaan we nu een lekkere lasagne van aardbeien maken. Nou, we hebben ondertussen al onze aardbeien geblend in onze keukenrobot. Nou, wat hebben we nodig? 200 gram aardbeien en 10 gram gelatine. We gaan 20 gram water nemen. We moeten onze lasagnavelletjes strek mooi kunnen uitgieten. En dan is het toch wel belangrijk dat we een klein beetje water toevoegen. Niet te veel, want anders gaan we de smaak verminderen van onze aardbei. En we gaan er nog 10 gram suiker bij doen. We gaan dit verwarmen om eigenlijk ervoor te zorgen dat de suiker mooi kan oplossen. We gaan het niet te warm maken, want op het moment dat je eigenlijk een fruitpuree verwarmt, heb je ook een verandering van smaak. De vloeistof gaan we hier zometeen mooi opgieten.
En een kleine tip die je van mij meekrijgt is, we gaan een klein dun laagje olie hierop doen. Gewoon een klein beetje om ervoor te zorgen dat het mooi gaat lossen. Nou, we zitten op een goede temperatuur om de gelatine in op te lossen. Normaal gezien zouden we de gelatine hier nu kunnen bijdoen, maar we mogen absoluut niet vergeten om de gelatine eerst op een handdoek uit te doppen. Nou, de gelatine hoeft niet meer in de magnetron opgelost te worden, want we zitten hier met een mengeling die mooi op temperatuur is en die warm genoeg is om de gelatine te laten smelten. We gaan die in één keer erbij doen. Nou, je ziet, die massa is nu klaar. Nou, en dit is eigenlijk de start voor ons lasagnavelletje. Nou, de olie zit hierop. En we gaan een heel mooi velletje uitgieten. We zorgen ervoor dat we een mooie, vlakke structuur hierop hebben. En je ziet al een klein beetje die binding van die gelatine die gelijk begint te pakken. Maar om het verder door te laten binden, gaan we het nu in de koelkast plaatsen. Nou, we plaatsen hem voor een klein uurtje in de koelkast. En dan gaan we nu beginnen aan het volgende lasagnavelletje. We hebben nodig 200 gram zure room. We gaan daarbij 50 gram melk doen. We gaan eigenlijk de basisingrediënten, bij het vorige was dat de aardbei, hier is dat de zure room, we gaan die een klein beetje afslappen. En waarom doen we dat? Om mooie dunne laagjes te kunnen creëren die mooi glad zijn. En je ziet dat dit een redelijke stevige massa is. Nu, als we die massa gaan verwarmen, gaat die ook wel wat vloeibaarder worden. Nou, we gaan hier nog een klein beetje suiker aan toevoegen om het zure van de zure room een klein beetje te verzachten. Ook hier weer precies afwegen, die 10 gram. En het laatste wat we natuurlijk nodig hebben om de blaadjes stijf te kunnen laten worden, is de gelatine. Nou, die staat al geweekt in de koelkast. We hebben hier al voldoende aan 6 grammetjes. We gaan het op dezelfde manier ook weer zachtjes warm maken. En we gaan nogmaals onze gelatine op de handdoek afdrogen. Nou, ondertussen is onze zure room en onze melk en de suiker opgelost bijna. Nou, let goed op, dit is zure room. Op het moment dat we hier lang gaan inroeren, gaan we boter krijgen. Dus we moeten zorgen dat we dit verwarmen, maar niet te lang en niet te veel inroeren. De temperatuur is perfect. We gaan onze gelatine eraan toevoegen. Nou, je ziet dat die gelatine mooi oplost in de temperatuur die we nu hebben. We gaan nu nog een plateautje nemen, waar we ook weer een klein beetje olie gaan opdoen. En we gaan onze massa nu op ons plaatje gieten. En je ziet dat het mooi erin loopt. Ook dit gaan we weer in de koelkast plaatsen bij onze andere. En als deze opgesteven is, gaan we ze op elkaar leggen. Onze lasagnavelletjes zijn uitgehard in de koelkast. Zowel de zure room als onze aardbeien zijn nu opgesteven. De gelatine heeft er nu voor gezorgd dat we eigenlijk mooie velletjes hebben. En deze velletjes die gaan we op elkaar stapelen. En we beginnen met de witte. En je ziet dat die mooi los zit al. Nou, en dan gaan we nu ons tweede lasagnalaagje erover plaatsen. Je ziet al de mooie kleurencontrast, hè? Dat wit met dat rood. Met een mes gaan we mooi kantjes een beetje bijsnijden. Nou, en dit is eigenlijk een heel simpel receptje waar je de mensen thuis enorm mee kunt verrassen. Nou, we gaan de lasagne nu in het midden snijden. En we gaan die erop plaatsen. Snijden er mooie blokjes van. Kijk, hier zien we nu echt die mooie laagjes en het idee van een lasagne van aardbei. Nou, dit gaan we zo meteen gebruiken om ons bord te dresseren, maar eerst gaan we nog de aardbeienkoelie maken. We gaan 100 gram suiker nemen. En we gaan er 100 gram water bij doen. Dit is nu een recept waar je niet tot op de gram moet afwegen. Want wat doen we eigenlijk? We maken eigenlijk een bouillon. Nou, koks zijn ook niet zo nauwkeurig. We gaan de suiker en het water gaan we opkoken. Onze suikersiroop is aan het koken. En we gaan
verse takjes basilicum nemen. Die gaan we plukken en die gaan we in onze bouillon leggen. Basilicum en aardbei is een perfecte smaakcombinatie. Ook tevens een mooie kleurencombinatie. Doe een beetje zwarte peper erbij. Die peper die is ook perfect in combinatie te eten met aardbei. Nou, dit laten we nog een tiental minuutjes staan, dat we een mooie infusie krijgen van die basilicum en die zwarte peper. En daarna gaan we het zeven en apart houden. Nou, en dan nemen we onze aardbeienpuree. Nou, we hebben 200 gram hier afgewogen. Die gaan we mengen met onze bouillon. En je gaat proeven dat die basilicum en die peper daar mooi in uitkomt. Nou, en als we nu eventjes een test willen doen, zullen we zien dat dit nog niet echt heel mooi pint. Die suikersiroop zorgt ervoor dat het niet meer uit elkaar loopt. Maar we gaan er nog een 2,5 gram gelatine aan toevoegen. Nou, onze bouillon is nog goed van temperatuur. Nou, je voelt aan de afwerking toe dat we eigenlijk een heel mooi aardbeienbordje gaan krijgen. Vol smaak, de lasagne, de coulis, de mousse van aardbeien. Alles samen zal het een heel mooi geheel vormen. Onze aardbeiencoulis is klaar. Dan gaan we even een flesje nemen. En als die dan een uurtje is opgesteven, hebben we een perfecte coulis. Nou, we gaan ons flesje vullen. En dan kunnen we zo meteen ons bord mooi dresseren. We zorgen ervoor dat we een beetje bord hebben met voldoende ruimte. Dat we alles wat we gemaakt hebben mooi breed kunnen schikken op dit bord. Lasagne ziet er perfect uit. En onze mousse heeft een mooie stevigheid. Van onze lasagne gaan we mooie blokjes snijden. We gaan die op zijn kant plaatsen. En zo komen de kleuren veel beter tot uiting. We gaan aardbei nemen. We snijden er partjes van. En die gaan we dan ook mooi bij de lasagne plaatsen. Nou, dan kunnen we nu onze coulis nemen. En we gaan die druppeltjes op ons bord plaatsen. Nou, we hebben nu een mooi kleurenspel van twee kleuren. En toch gaan we er nog iets anders in brengen. We gaan er een beetje basilicum in brengen. Waarom? Omdat die basilicum ook in die bouillon zit. En we gaan die tegen het harde rood leggen. Nou, het enige wat nu nog ontbreekt is onze aardbeienmoes. En onze laatste druppel. Nou, en zo zie je wat je eigenlijk allemaal met aardbeien kunt doen.